Hoi, welkom bij deel 2 van Alle Tekens. We gaan nu verder met de weegschaal, de schorpioen, de boogschutter, de steenbok, de waterman en de vissen. Hopelijk hebben jullie deel 1 al bekeken. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog de timestamps eraan vast moet plakken. Dat is altijd natuurlijk iets wat ik nog even moet doen. En dus eventjes geduld, dan krijg je ook de timestamps. Wat ik wil zeggen, iedereen bedankt voor de likes, reacties en natuurlijk ook mensen die de 15 minuten voor 15 euro hebben aangevraagd. Personal readings kunnen gewoon aangevraagd worden middels onderstaand e-mailadres. Dan heb ik ook nog de cursussen voor het najaar, de online cursussen Tarot, Astrologie en Love Yourself First. En ik heb de thuisstudies voor mensen die op hun gemak de Tarot willen leren kennen of de astrologie willen leren kennen. Oké, dat gezegd, gaan we nu verder met Sterrenbeeld Weegschaal. Sterrenbeeld Weegschaal Universum. Wat is er belangrijk voor Sterrenbeeld Weegschaal? Oh, ik heb mijn waaier niet aan. Nou, het valt nog te doen vandaag. Sterrenbeeld Weegschaal. Hoe gaat het met de weegschalen? Luchtteken Weegschaal, zevende huis, wordt geregeerd door Venus, de planeet van de schoonheid. Weegschaal Universum. Weegschaal. Weegschaal, ik heb hier die Ace of Cups. Liefde. Je gaat je geliefd voelen, denk ik, in deze nieuwe ronde. Dat kan te maken hebben met romances of emoties. Maar wat ik ook zie is de Seven of Wands, de Six of Pentacles, de Wereldkaart en de Justice. Justice is jouw kaart, weegschaal. Het is de kaart van balans. Ja, je hebt zoiets van, ik wil balans, of het voelt als een nieuw pad voor jou, want die wereldkaart is het einde van een cyclus en een nieuw begin. Dus er gaat een nieuw pad voor je open. Het heeft misschien ook wel te maken met communiceren. Misschien dat je in het verleden te veel in de bescherming zat, te veel in de verdediging zat, iedereen op armlengte hield. Maar nu is dat, denk ik, anders. Je gaat nu jezelf meer openen vanuit het hart. En ja, ik denk dat je een bepaalde deur sluit, een oud hoofdstuk van jou. En dan gaat een nieuw hoofdstuk voor jou beginnen. De cirkel is eigenlijk rond, hè? De worldkaart is de cirkel. De cirkel is rond. Je bent eigenlijk niet meer die overgever die je ooit was. Hè? Ik geef altijd maar alles weg, ik vind alles maar goed. Maar het is nu meer wederzijds. Hè? De Six of Pentacles is equal give and take. Dat betekent dat je kijkt goed, wat geef ik, wat krijg ik terug. Dus je bent niet meer de overgever. Er is ook niet zoveel afstand meer. Het is give and take, hè, wat ik zei. Ja, ik denk dat je wat eerlijker gaat zijn met mensen en je gaat je ook afstand houden van andere mensen. Dus je gaat goed kijken van wie is er goed voor mij en wie is er niet goed voor mij. Dus aan de ene kant open je jezelf voor een nieuwe groep mensen, aan de andere kant sluit je ook vriendschappen. Want niet iedereen is je vriend of jij wil dat iedereen je vriend is. Ja, dus je kijkt heel erg van wie staat er aan mijn kant en wie staat er niet aan mijn kant. Het is echt een soort van oordeel, hè, de judgment. Van aan wie geef ik, aan wie geef ik niet. Je gaat een beetje door de lijst heen. Die wel, die niet, die wel, die niet. Dat meer.
Ja, je cleaning up eigenlijk, hè? Je gaat met de bezem er doorheen en sommige mensen ben je gewoon klaar mee. Ja, je wil eigenlijk geen profiteurs meer. Je zegt met de profiteurs ben ik klaar en ook met argumenten ben ik klaar. Ja, dit is ook argumenten. Je hebt geen zin meer in drama. Opruiming zie ik hier, shiften, argumenten achter je laten en kijken naar peace, balance, big cup of love. Dus ik denk dat jij een hele peacevolle tijd tegemoet gaat, weegschaal. En een grote bezem voor de schoonmaak van die wel, die niet, die wel, die niet. Schorpioen. Hi Schorpioen. We gaan even kijken. Wat is er voor Schorpioen? Op dit moment het belangrijkste om te horen. Schorpioen-universum. Schorpioen. Achtste huis wordt geregeerd door Pluto. Sterrenbeeld Schorpioen. Schorpioen, ik heb hier de 4 van zwaarden en de 5 van zwaarden. Ik heb de Ace of Staves en de 5 van Cups. Schorpioen, ik heb het idee dat er geen communicatie is tussen jou en iemand anders. En ja, je denkt en je doet. Je gaat actie ondernemen, denk ik. Je hebt wel gevoelens voor iemand. En ja, je vecht je eigenlijk als het ware naar een nieuw pad toe. Zwaarden en ik ben op een nieuwe pad. Je vecht je als het ware naar een nieuw pad. Ja, je weet wat je wil weten eigenlijk. Je hebt je informatie. En in stilte heb je gevoeld dat je niet zonder iemand wil zijn. Five of Cups, het voelt een beetje droevig. Er is iets misschien gebeurd, cups zijn verspeeld. Maar als je omdraait, staan er nog twee cups. Two of Cups, soulmate energie. Ik denk dat je dingen gaat zeggen die je op je hart hebt, eerlijk. Ik krijg een beetje dat liedje van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Turn around, zingt ze, turn around. Dat is ook met die Five of Cups, hè? Iemand is gefocust op de drie cups die leeg zijn. En als iemand zich omdraait, zijn er nog twee cups over. Turn around, every now and then I get a little bit tired. Nou ja, mijn stem is vandaag helemaal weg, dus ik ga niet zingen voor jullie. Dat doe ik niet, dat doe ik jullie niet aan. Ja, het is eigenlijk een nieuwe dag die hier aanbreekt, hè? Met allemaal groene blaadjes, de hand van de divine die jou deze aas van staven aanbiedt. Een passioneel nieuw begin met allerlei vruchtbare blaadjes eraan. Je wil de waarheid en je wil eerlijk zijn. Een nieuw hoofdstuk. Ja, je laat ook wat dingen achter. Want je vraagt je af, wat zijn wij nu? Zijn wij vrienden of wat zijn wij nou eigenlijk? Maar misschien ga je weg bij een bepaalde baan of zo. Dat je je baan opzegt. In ieder geval, je loopt weg van iets en je herstelt de balans. Het duurde eigenlijk heel lang voordat je deze realisatie had, denk ik. Ja, ik heb ook wel het idee dat je heel goed bent in financiën. Wacht, pak even wat water. Even een dropje gepakt. Excuses. Ik heb ook het idee dat jij of de ander er geen energie in steekt, Schorpioen. Eén van de twee steekt er geen energie in. Je zat heel lang in de hermit-energie, je terugtrekken, niks zeggen, observeren. Maar nu ga jij spreken vanuit wijsheid. Je wil niet hard zijn, maar je wil wel eerlijk zijn.
Het heeft te maken met een bepaalde afwijzing, denk ik. Ik denk, Schorpioen, dat jij nu weet wat je wil en wat je niet wil. Oké, boogschutter. Sterrenbeeld boogschutter. Hoe is het met de boogschutters? Sterrenbeeld boogschutter. Hoe is het met de boogschutters? Sterrenbeeld boogschutter. Vuurteken boogschutter. Negende huis van hogere studies, reizen, bewustzijnsverruiming. We gaan eens even kijken, boogschutter, hoe groot jouw bewustzijn op dit moment is. En wat het universum voor jullie te zeggen heeft. Boogschutter, je zit in de hangman. Kijk, deze man hangt ondersteboven om een nieuw perspectief op iets te krijgen. Je zit in een hangman altijd om dingen te ontwikkelen, je bewustzijn te vergroten, iets vanuit een ander perspectief te leren zien. Want als die rechtop staat, heeft hij een aureool van verlichting. Dan weet hij alles wat hij moet weten. Dan heeft hij het juiste perspectief. De time-out chair, wat de hangman is, daar hang je in om dat dingen duidelijk voor je worden. En tot die tijd staat het een beetje stil. Zit je een beetje in een soort slaap, winterslaap. Niet dat je niks doet, maar je bent aan het ontwikkelen, aan het downloaden eigenlijk. Dan heb ik de Star Reverse, de kaart van de Waterman. Sowieso Waterman, Waterman, vissen, Waterman. Luister naar je intuïtie. Want dit is ook, je hoop is een beetje verloren in iets. Dus luister naar je intuïtie, luister naar je binnenste. Je verliest de hoop in een bepaalde relatie misschien. En misschien voel je je een beetje ongezien door iemand waar je gezien door wil worden. Je hebt één persoon die jij heel graag, hier ben ik. Deze persoon die zoeft zo langs je heen en die zegt, hier ben ik, de boogschutter. Dus er is één persoon die jou niet ziet, heb je het idee. Of je voelt je ongezien door deze persoon. En je hebt zoiets, ik werk hard aan mezelf, mijn lessen zijn geleerd. Waar is het? Waar is het? Waar is het nou? Ik werk hard. Je wil een bepaald perspectief krijgen. Want je weet, daar is mijn schat te vinden als ik dat perspectief heb. En ja, door in die hangman te zitten, zat je ook een beetje vast in je hoofd. Van ik zit vast met mezelf, maar er komt nu een doorbraak. Misschien is die doorbraak wel over jezelf, boogschutter, dat je ook niet zo open was. Je was niet erg toegankelijk, je stelde jezelf niet kwetsbaar op. Dus het universum wil dat jij socialer wordt, want de sterkaart is ook sociaal. Dit is niet sociaal, het is antisociaal. Ik zeg niet dat je antisociaal bent, maar dit is niet zo sociaal. Dus je mag je meer mengen, je mag je meer open, je mag meer met je waarheid naar voren komen, je mag meer communiceren, dat soort dingen. Misschien nieuwe groepen mensen zoeken. Misschien heb je heel veel tijd met dezelfde soort mensen doorgebracht, mensen waar je in je comfortzone zat en dat je nu je blik mag verruimen. Maar ik zie ook dat je geen drama wil. Misschien dat er wat drama in de familie is. Ik zie ook wel de lovers, zag ik net onder op het dek. En dat heeft ook te maken met liefde. Het uit huis komen, dat zie ik heel veel. Financiën worden ook beter in de toekomst. Misschien ben je ook wel de leider van de familie. Toch een klein dropje even. Misschien, boogschutter, was je ook wel de overgever in de familie. Ja, altijd maar geven en geven aan anderen. Je zult ook een overwinning hebben in financiën. Je business wat meer. Dat je meer klanten krijgt als je voor jezelf werkt. Of in een bepaalde functie dat je meer klanten krijgt. En er is iemand die jou van een afstand bewondert, boogschutter. Die ziet jouw glow-up.
Die ziet, hey, de boogschutter, die is helemaal goed bezig en zo. Dus het is iemand die buiten jouw cirkel staat. Iemand die eigenlijk aan de buitenkant staat van deze hechte cirkel van familie en vrienden waar je je in begeeft. En deze persoon heeft het misschien wat minder goed. Misschien is het je baas of misschien is het iemand die jij ziet als vooraanstaand. Maar deze persoon ziet jou groeien en bloeien. En ze hebben spijt dat ze jou misschien op een bepaalde manier beoordeeld hebben. Je ziet er heel goed uit. Dus het heeft zich als het ware een beetje omgedraaid. En deze persoon houdt jou in de gaten. Dus misschien wel jouw baas of iemand die niet direct in jouw vriendenkring is. Maar die jou ziet en denkt, hey, de boogschutter die doet het verrekt dus goed. Dus wie weet, misschien weet je wel wie ik bedoel. Misschien is het een meerdere, is het een chef of een, weet ik veel, iemand die jou eigenlijk een beetje onderschat heeft. Oké, we gaan verder met de steenbok. Ik weet nog dat ik in het verleden een kauwgom in had voor mijn keel. Dat ik enorm veel reacties kreeg van, nou het ziet er niet uit joh, die kauwgom. Maar ja, soms moet het even. Oké, steenbok. Sterrenbeeld steenbok, tiende huis, Saturnus. Steenbok, volgens mij gaat Pluto nu ook weer in jullie teken in september. Die gaat nu even van de waterman weer in jullie teken. Hij is even een tijd en dan gaat hij weer terug naar de waterman. Maar volgens mij is september de maand waarin Pluto weer naar steenbok gaat voor heel eventjes. En dan weer naar waterman. Steenbokken zien dat jij nog steeds in een transformatie zit. Grote veranderingen. Een einde en een nieuw begin. Sommige dingen zijn lastig, moeilijk. Misschien zijn er ook wat argumenten, wat woorden die gevallen zijn. Je kijkt heel erg uit naar het nieuwe, naar een nieuw begin. En ja, sommige dingen vind je niet leuk. Communicatie, ik heb hier ook de Two of Swords. De Two of Swords is ook eigenlijk wel een soort blokkade. Een blokkade tussen jou en iemand anders. Mentale blokkade, want het zijn de swords. De kaart van de tweelingen heeft te maken met iemand die mentaal beslissingen neemt. Maar als je vanuit je hoofd dingen ziet of beslissingen neemt, dan je moet eigenlijk naar je intuïtie luisteren. Want hier is het maantje. De blinddoek kan gewoon af, want het is toiletpapier. En je moet meer naar je gevoel luisteren en een bepaalde beslissing. Maar op dit moment is er een mentale blokkade met die Two of Swords. Ja, je hebt een soort gevecht in jezelf voor de waarheid. Iets moet geheeld worden, heb ik het idee. Je hebt te maken met, denk ik, met iemand. Je staat allebei in je gelijk. Dus dat, er zit geen verandering in. Ik blijf hier staan, ik blijf hier staan. En we kunnen niet nader tot elkaar komen, want ik weet hoe het zit en ik weet hoe het zit. Dus ja, een soort van blokkade die daar zit. Ja, misschien is het ook wel een verloren liefde of een liefde die over is. Het hoeft niet een romance te zijn, het kan ook een vriendschap zijn. Iets is over en je houdt jezelf terug. Je gaat verder met iemand anders of je gaat verder zonder iemand. Dat kan ook. Ja, argumenten. Je doet je eigen ding. Je doet wel je eigen ding, maar het verleden houdt je nog steeds bezig. Er is een pauze eigenlijk op dit moment, zoals ik het zie. Je moet erover nadenken misschien. Ja, je denkt eigenlijk
erover na in de details. Of je gaat over de details met jou en iemand. Ja, het is wel eigenlijk een emotioneel punt, breaking point. Hè? Iets wat emotioneel eigenlijk brak. En nu denk ik dat je heel veel self-love, love yourself first, toepast. Je houdt alles voor jezelf of je deelt niet veel. En op een of andere manier dat je meer op jezelf bent, dat maakt je ook lichter. Misschien vraag je jezelf ook wel af of iemand zich naar jou toe wil openen. Heb je te maken met de Empress? De Empress is balans, maar is ook iemand die veel alleen doet. Misschien hoop jij of de ander op wederzijdse communicatie. Maar er zit iets van ja, misgunningen of jaloersheid in. Maar toch ga je je lasten laten vallen. Je bent op een goede plek, maar misschien een beetje only the lonely. De lone wolf, hè. Het hoeft niet romantisch te zijn. En ik heb het idee dat er toch wel wat beledigingen zijn geweest in het verleden. Ja. Iemand heeft hard gewerkt en wacht op het moment van inspiratie om te openen eigenlijk. Ik heb ook het idee dat jij met iemand te maken hebt, Stimbo, die voelt als familie voor je. Maar er was geen balans, het was ongezond. En misschien aarzel je om jezelf te openen naar deze persoon, omdat je bang bent voor afwijzing. Dus kijk even hoe het met je resoneert, Steenbok. Oké. Oké, Waterman. Hoe is het met de Watermannen? Lieve, lieve Watermannen, hoe is het met jullie? Sterbeeld Waterman. Het is mooi buiten. Nog even en dan ben ik lekker buiten. Sorry Waterman, even een dropje voor mijn keel. Sterrenbeeld Waterman. De vier van pentakels Waterman, die houdt eigenlijk alles een beetje voor jezelf. Je deelt weinig. Ik hou alles gesloten, mijn hartchakra en mijn hoofdchakra. Mijn hartchakra en mijn kruinchakra en ik zit op mijn geld. Ik geef niet veel uit. Ik geef eigenlijk niet zoveel. Maar dat is gek, Waterman, want jij bent een enorme gever. Misschien daarom wel dat je nu alles voor jezelf houdt. Dat je denkt, ik geef niks meer. Ik heb zoveel gegeven. Er moet balans komen in geven en nemen. Justice. Balans komen in geven en nemen. Misschien heb je ook wel het idee, ik geef veel meer dan de ander in vriendschappen, in werk. Ja, onbalans in geven. Er is een grote beslissing die je gaat maken. Want je kunt jezelf natuurlijk niet blijven terughouden. Van ik blijf achter de muur, zodat niemand me ziet, niemand me vindt, want ik wil niet meer geven. Of ik wil niet dat ik de enige ben die geeft. Ik wil ook iets terug ontvangen. Daar heb je echt veel over nagedacht. Maar je kunt jezelf ook niet blijven terughouden. Je bent je eigenlijk voorbereiden op een verandering. En je denkt bij mezelf, oké, als ik dan alles alleen moet doen hier, dan houdt het op. Dan goodbye, goodbye. Ja, consequenties. Het heeft ook consequenties als je dat zo zegt. Van goodbye, goodbye. Maar het klinkt ook echt als de Waterman natuurlijk. Van zo is het en hier heb je het. Dat is echt de Waterman. Dit is mijn waarheid, dit is mijn zwaard. En daar heb je het dan. Dus ja, je krijgt het niet terug wat jij wil. Ik denk dat, misschien is het wel zo dat je denkt van
Je bent heel geduldig geweest, denk ik, met familie en vrienden. En je stopt met zoveel te geven. Iedereen neemt van jou, heb ik het idee, Waterman, omdat je heel empathisch bent. Tot nu toe, tenminste. Ik heb hier de Ace of Wands, Waterman. Ja, het is tot hier en niet verder. Dat voel ik heel erg. En je stopt de argumenten ook en gaat weg naar andere mensen. En laat mensen achter, heb ik het idee. Ja, je sluit de deur, als het ware, van bepaalde mensen in je omgeving. En, want, ja, deze mensen houden jou een beetje aan het werk voor hunzelf. Dus ze hebben dit nodig, ze hebben dat nodig. Kun je even dit doen, Waterman? Kun je even dat doen, Waterman? En ik denk dat je daar een beetje klaar mee bent, Waterman. Dat je zegt, tot hier en niet verder. En je trekt je terug wat dat betreft. En daardoor level je up. Want je hebt het overzicht. Je hebt gezien van, dit werkt misschien voor anderen, maar niet voor mij. En ze moeten er nu rekening mee houden. En je neemt de teleurstelling ook voor lief, want dit is niet iets wat je wil doen. Maar in jouw beleving kan het niet anders. Dus ze moeten er rekening mee houden dat jij de waarheid gaat spreken, Waterman. En je zegt eigenlijk, wen er maar aan dat ik dit zeg. En sommigen vinden dat misschien toxic of zo. Dat ze denken van, hé, wat doet die Waterman nu? Of wat zegt de Waterman nu? Maar ik denk dat jij er niet meer omheen wil draaien. En als ze het niet leuk vinden, dan hoeven ze niet met je te praten. Dus als mensen zeggen van, nou, wat doe jij nou? Of wat zeg jij nou? Dan zeg je van, nou, oké, dan zijn we uitgepraat. Want jij wil die balans herstellen voor jezelf. Van, ik laat me niet elke keer voor het werk van anderen voor het karretje spannen. En als ik wat wil zeggen of ik heb ook een mening, dan wordt daar helemaal niet naar geluisterd. Of daar wordt gewoon overheen gepraat en dat ben je zat, Waterman. Dus mensen hoeven niet naar je toe te komen als ze dat niet leuk vinden. Maar je bent klaar met de bullshit. Yes, ik zal het ook maar even zeggen. Als Waterman zijnde. No problem, zeg je. Ik zeg het je en ja, het hoeft niet op een vervelende manier. Ik denk ook niet dat je het op een hele vervelende manier gaat zeggen. Maar je zegt wel, tell it like it is. Dat is de Waterman. Even een dropje, Waterman. Even een dropje zonder zwarte kleur. Een honingdropje. Oké. Ja, de Waterman is heel direct. De Waterman is zoiets van, daar heb je het. En het kan zijn dat mensen je nu als paria zien. Maar dat maakt jou niks uit. Je ziet er goed uit, Waterman. Jij laat niet iemand meer nog met jou spelen. Ja, ik zeg wat ik zeg. En als ik daardoor alleen blijf, dan heb ik in ieder geval rust. Oké. Het wordt hier zo langzamerhand weer heel warm. Dus ik ben blij dat ik bij de vissen aangekomen ben. En dat we alleen nog de vissen hebben. Want ik dacht, de ventilator hoeft nu niet. Maar het is Oké. Sterrenbeeld vissen, last but not least. Sterrenbeeld vissen. Sterrenbeeld vissen, hoe is het met jullie? Hopelijk gaat alles goed. Sterrenbeeld vissen. Oké. Ik zie hier een zeer intuïtieve persoon, de High Priestess. En je ontvangt downloads van je onderbewustzijn. Je gaat eigenlijk als het ware door software updates, hè, leveling up, in je spiritualiteit vissen.
En daardoor kun je je ook wat ja, uit balans voelen. Dat je denkt van, oh, ik word heen en weer geslingerd en het voelt niet lekker. Het beïnvloedt jouw emoties en misschien ook wel een beetje je stabiliteit. Misschien wil je erover praten, maar het gaat makkelijker worden omdat het het einde van een cyclus is. Ja, er is veel aan de hand, heb ik het idee op dit moment. Je bent schoon schip aan het maken. Je ruimt op en je maakt ruimte voor het nieuwe. De boel schoonmaken. Je maakt ruimte eigenlijk om te ontvangen. Ja, kom. Al het goede komt naar mij toe. Dat is het eigenlijk. Ja, dit is een beetje. Je bent ook heel sensitief voor drama's. Alles kleeft aan je qua mensen die in disbalans zijn en zo. Je voelt allerlei dingen heel goed. Ja, niet iedereen vindt het leuk. Je geeft goede grenzen aan, want ik zie hier ook de devil-energie afhankelijk. Misschien waren dit wel mensen die afhankelijk waren van jouw vissen. Hier zie je ook die ketens om de nek van die twee mensen. Terwijl het enige wat je hoeft te doen is die ketens af te leggen. Afhankelijk aan elkaar geketend zitten. Misschien heb je zoiets van, ugh, ik wil die ketens van me af. Ik wil die mensen van me af. Ja, goede grenzen aangeven. Niet iedereen vindt dat leuk. Ten of swords heb ik ook nog. Ja, je voelt je eigenlijk. Ja, de mensen waar je normaal gesproken misschien je energie aan geeft, daar sluit je je een beetje van af. Ik heb het idee, vissen, dat je een beetje heen en weer gaat. Veel komt er op je af, veel opruimen, upgrade naar de Empress-status. En ja, veel innerlijke wijsheid, innerlijk werk. En misschien ook wel een struggle op dit moment nog. Op financieel gebied of met jezelf, op emotioneel gebied. Je wil meer helderheid krijgen. En dat betekent dat je jezelf soms moet terughouden, hè, in stilte. Of je af moet sluiten voor anderen. En goede grenzen aangeven heb ik al gezegd. Want je hebt geen energie. Want als iedereen van jou neemt, dan kun je op een gegeven moment, ben je zelf helemaal leeg. En de rest is helemaal vol energie. Dus je moet waken op je energie, vissen. Ja, je bent altijd heel lief en eerlijk. En nu ben je misschien wat strenger geworden. Ja. Je verbergt niks. Je staat altijd klaar. Maar je weet ook, ik moet nu voor mezelf zorgen. Love myself first. En vandaar ook mijn cursus, Love Yourself First. Omdat het zo uitermate belangrijk is om dat te doen. Dus luister naar jezelf. Zorg goed voor jezelf, vissen. En als jij uitgeput bent, daar heb je dan verder, hebben anderen ook niks aan. Dus ja, een nieuw begin, nieuwe mogelijkheden. Ik denk ook wel een hogere rang dat je gaat krijgen. Je groeit eigenlijk op de achtergrond, in stilte. En misschien komt er ook wel een bericht van jou, want iemand wil zijn welvaart met jou delen, vissen. Een beslissing, een verandering, sommigen laten gaan. Sommige mensen zullen ook wat boos op je zijn, omdat je ze laat gaan. Dat kan, dat er wat teleurstelling is. Maar qua energie heb jij een level up, want jij weet je grenzen beter te bewaken. Je hebt je losgemaakt, langzamerhand. Van de devil-energie, van de ketenen die jou vastbindt aan anderen. Het altijd maar lief zijn, het altijd maar klaarstaan, altijd maar moeten zorgen voor anderen. Die tijd is een beetje voorbij, vissen. Oké, dankjewel dat jullie gekeken hebben. De timestamps komen er vanmiddag, dus sorry als je nog wat moet bladeren heen en weer. Maar er zijn natuurlijk ook crosswatchers die het leuk vinden om andere sterrenbeelden te bekijken. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!